Wij zijn begonnen met een gemeenschappelijke munt, met de euro. We hebben dat 10 jaar lang eigenlijk goed meegeleefd. Maar onderliggend waren er problemen die allemaal aan de oppervlakte zijn gekomen bij het uitbreken van de financiële crisis. En nu ontdekken we dat in de architectuur, die eigenlijk de euro moet duurzaam maken, dat daar enorme tekortkomingen in zitten. En die trachten we één na één de laatste 3 jaar met vallen en opstaan, moeilijke besluitvormingen met 17 landen van de eurozone, 27 in nu. We trachten die te repareren, te compenseren. En dat is eigenlijk het werk dat wij nu doen. Hoe kunnen we die Europese munt, mag ik even? Zeker. Hoe kunnen we die Europese munt in stand houden? Want als dat valt, dan valt niet alleen de Unie, maar dan zijn we niet alleen in een recessie, maar in een depressie. En dus het is de laatste 3 jaar een oefening in overleven bijna. En dus men heeft onvoldoende beseft wat de gevolgen allemaal waren op het vlak van het beleid van het hebben van één gemeenschappelijke munt. Je kunt niet één gemeenschappelijke munt hebben en 17 verschillende politieken. Nee. En we moeten die nauwer bij elkaar brengen. Dus dat is de oefening die we doen. Niet van een superstaat op te bouwen of wat dan ook. Of die vergezichten, die ontwikkel ik zelf niet. Nou. Ik zeg alleen, laat ons die euro stabiel houden. Maar nu doet u zichzelf tekort, want u heeft wel degelijk van die vergezichten. Want u heeft natuurlijk een bepaald manier voor ogen hoe die euro gered moet worden. Er zijn geen 20 manieren om die euro te redden. Er is maar één manier, dat is uw manier. Nee, niet mijn manier. De manier van de 27 regeringsleden, de 27 regeringsleiders die samen hebben beslist. En wij hebben gezegd, kijk, wij moeten meer samenwerken op het vlak van de banken. Dat hebben we gedaan. 27 hebben beslist, we moeten één toezichthouder hebben. Er zijn mankementen geweest, ik druk mij voorzichtig uit, in verschillende landen, in zaken bankencontrole. We zien daar, ook in eigen land, in uw eigen land, ziet men daar de gevolgen van. We moeten één Europees toezicht hebben. We moeten één mechanisme hebben om, wanneer een bank eigenlijk op rand staat van instorten, om te kunnen ingrijpen. Niet een mechanisme per land, maar een Europees mechanisme. We moeten meer samenwerken nog op het vlak van het budget. We moeten meer samenwerken op het vlak van de economische politiek. Dit allemaal, dat is allemaal een open terrein. En wij hebben ontdekt, als we dat niet doen, dan kunnen we die munt niet stabiel houden. En als we die munt niet stabiel houden, dan kunnen we de welvaart en de werkgelegenheid van al onze burgers niet verzekeren. Zo eenvoudig is het. Alles voor de euro. Voor de euro, omwille van onze welvaart. De euro is in dit geval hier een instrument. Ja. Een instrument voor welvaart en werkgelegenheid. En als je de euro wil redden, kan je af en toe de democratie een beetje opzij zetten? Maar de democratie wordt niet opzij gezet. Al wat die regeringsleiders beslissen in de Europese Raad, daar moeten zij naar hun parlement mee gaan. Velen komen zelfs met een mandaat van hun parlement naar die Europese Raad. Moeten daarna verantwoording afleggen aan hun parlement. Bovendien heeft men het Europees parlement. Voor al wat echte Europese bevoegdheden zijn, zijn de commissievoorzitter en ikzelf onderworpen aan een heel strenge controle van het parlement. Ik ben naar het parlement geweest na de meerjarenbegroting. Dat was geen leuke oefening. Hè? Nee. Ik heb daar eigenlijk een parlement bijna in oppositie gevonden ten opzichte van de besluit die we hebben genomen. Dus wij moeten ons verantwoorden en ten opzichte van de nationale en ten opzichte van het Europees parlement.